Hallo jongens en welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag test ik weer eens iets van de Action. Laatst ben ik bij de Action geweest. Ik heb daar ook een shoplog over gemaakt voor degenen die het nog niet hebben gezien. En daarin liet ik ook zien dat ik best wel wat dingen had gekocht om te testen. En vandaag is deze make-up, ja hoe ga ik het noemen, make-up carousel aan de beurt. Het is een soort cadeauverpakking. En hierin heb je dus oogschaduw, een blush, lipsticks, nagellak zie ik en dat soort dingen. En het leek me eigenlijk heel erg leuk om dit eens uit te testen voor jullie. Voor het geval dat jullie zoiets als cadeau zouden willen geven aan iemand anders of aan jezelf. Om gewoon even te kijken of dit wel de moeite waard is. Dus ben je benieuwd naar wat er allemaal in zit en hoe het mij bevalt? Blijf dan gezellig even kijken. En ik zou het ook super tof vinden als je deze video een duimpje omhoog zou willen doen. Als je dit video leuk vond natuurlijk. En als je zou willen abonneren op mijn kanaal als je hier nieuw bent. En laten we snel gaan beginnen. Ik ga beginnen door het heel goed aan jullie allemaal te laten zien. Ik vind de verpakking echt super super leuk. Ik vind het echt een heel erg een leuk idee om dit dus ook als cadeau te geven aan iemand. Wat zit er nou eigenlijk allemaal in? Ik zie oogschaduw, nog een ander soort lippaletje denk ik. Dan zie ik nog meer oogschaduw, een blush. Even kijken, nagellak. Lipstick en een lipliner volgens mij. Lipglossjes. En mascara en een oogpotloodje. Dus vandaag ga ik zoveel mogelijk hieruit even testen. En kijken hoe het mij gaat bevallen. Maar eerst gaan we het natuurlijk even openmaken. En ik ben ook wel benieuwd hoe het open gaat. En dat doen we natuurlijk, denk ik, aan de hand van het strikje los te maken. En dan kan je hem dus zo op deze manier openmaken. En dit is de binnenkant. Oh, er zit als eerste een make-up tasje in. Oké. Oeh! Oh lord. Oké. Ik heb het eruit gehaald en dit ziet er ineens een stuk minder charmant uit. Oké, dit is wel veel handiger om te zien wat er nou eigenlijk precies in zit. Trouwens, de prijs hiervan is ergens tussen 6 en 7 euro. Volgens mij 6,95, zoiets. Ik had al gezien dat er geen bronzer in zat, dus ik heb mijn wangen al een beetje gebronst. En dan is de volgende stap om blush op te brengen. En toevallig zit er dus wel een blush in, dus die ga ik daarvoor gebruiken. En het gaat zo open, dus ja, oké. En dit is de kleur. Het is dus best een lichte kleur. Volgens mij zit er een kleine shimmer in. Nou, ik ben heel erg benieuwd. Ik gebruik gewoon mijn favoriete blushkwast hiervoor. En dan rij ik erin. Beetje aftikken. Beetje meer. Zien jullie al een beetje verschil? Oh ja, op de camera zie ik het wel. Wow. Maar waarom zie ik het in het echt zo weinig? Oh nee, nee, ik zie het wel. Ik vind het eigenlijk best wel een mooi natuurlijk effect hebben. Kijk, dit is dus de kant met blush en deze is zonder. Dus zoals je ziet is het veel warmer aan deze kant en je ziet het wel echt heel duidelijk. Ik vind het ook echt een hele mooie kleur voor mijn huidskleur. Ik weet dus niet of je hier ook maar iets van terug ziet als je een beetje getint bent. Maar voor mij nu en ik denk ook in de winter zal dit wel een hele fijne blush zijn. Oh, ik heb denk ik ook wat te veel aangebracht. Ik was even lekker bezig, jongens. Dat ik gewoon veel te veel heb aangebracht. Maar dat kunnen we natuurlijk een beetje fixen door het wat meer uit te blenden. Dan gaan we door naar oogschaduw. En hier zitten twee mega schattige oogschaduwpaletjes in. En dit zijn de kleurtjes. Ik vind eigenlijk beide paletjes heel erg op elkaar lijken. Deze is dan wat meer roze. En deze is wat meer bruin. Maar hier zitten eigenlijk helemaal geen donkere kleuren in. Dus je kan niet echt een hele uitgebreide look mee maken. Maar dat geeft ook niet. Dan ga ik deze twee kleurtjes met elkaar mengen. En die breng ik aan in mijn crease en eigenlijk over mijn hele ooglid. Het poedert wel echt insane. Dus je moet hem eigenlijk wel heel goed aftikken. Ik wil eigenlijk mijn crease even iets donkerder maken. Maar het zijn zulke lichte kleuren dat ik niet weet of het me wel gaat lukken. Maar goed, voor de crease ga ik nu deze kleur gebruiken. En dit is volgens mij de meest donkere kleur die ik vandaag heb. En daar zie ik precies 0,0
van terug. Ik zie hier wel echt een hele mooie glanzende kleur. En die ga ik dus gebruiken met mijn vinger. Om aan te brengen zo in het midden van mijn ooglid. Oké, dit zijn een heleboel glitters. Dus dat maakt mijn look net even wat spannender. Breng nog even wat oogschaduw aan onder mijn oog. Gewoon voor het idee dat ik dat heb gedaan. Oké, dit is gewoon een hele softe, romantische look op mijn ogen. En dan gaan we dus door naar oogpotlood. Maar zij noemen het een eyeliner. Zo'n potloodje zit erin. En ja, ik ga het maar gewoon gebruiken. Ik gebruik echt nooit een oogpotlood, want ik vind het gewoon moeilijk in gebruik. Dus waarschijnlijk ben ik hier straks ook niet heel goed in. Maar we gaan het doen. We gaan het proberen. Oké, ga ik het als eyeliner ook echt gebruiken? Of ik ga gewoon proberen om een dun lijntje te zetten. Zo precies boven mijn wimpers. Ik kan je vertellen, dit is echt heel moeilijk. Vooral omdat hij zo soort van afbrokkelt of zo. Ik snap niet hoe mensen dit doen, man. Hoe kan je met een oogpotlood een eyelinerlijntje zetten? Ik snap dat echt niet. Oké, ik heb dus een lijntje neergezet en het ziet er echt niet uit. Maar het kan ook te maken hebben met het feit dat ik wat glitters op mijn ogen heb. Dat die daarom niet zo lekker glijdt. Ik weet het niet. Ik ga wel proberen om het lijntje wat meer uit te blenden. Zodat het ja, lijkt alsof het de bedoeling is dat het er zo slecht uitziet. Ik heb een soort van een kleine wing proberen te maken. En dat had ik denk ik beter niet kunnen doen. Ik denk dat dat wat beter uit zou zien als ik dat niet had geprobeerd. Oké, ik ga even wat meer oogschaduw aanbrengen. Om de overgang misschien nog iets kleiner te maken. Wow. Hè? Nu zijn al mijn glitters weg. Oh, joi. Heb ik dat ineens weggeveegd. Zomaar. Dat ging wel echt snel met die glitters. Oké, ik ben er helemaal klaar mee. Ik ga door naar mascara. En ik hou mijn hart vast voor deze mascara. Het is wel echt heel erg schattig. Super klein. Ik ben ook wel benieuwd naar het borsteltje. Oh, dit is nog best een grote borstel. Ik had hem veel kleiner verwacht. Ik doe eerst even één oog, zodat we het verschil ook kunnen zien. Oké, dit is ongeveer met 3 of 4 lagen mascara. Dit is het verschil. Ik vind dat mijn wimpers heel erg aan elkaar zijn gaan plakken. En dat er echt totaal geen volume in zit. Ik dacht, ik haal jullie even wat dichterbij. Trouwens, excuus voor geluid van buiten, maar dit is mijn ooglook. Zoals je kan zien is het een drama. En mijn wimpers doen me heel erg denken aan wanneer ik door de regen fiets. En mijn wimpers dus soort van aan elkaar gaan plakken en alle volume eruit is en zo. Dit is ongeveer wat ik van mijn wimpers op dit moment vind. Oké, dan heb ik nog verschillende lipproducten om uit te kiezen. En ik heb ze even allemaal geswatcht hier op mijn hand. De lipstick heb ik dus. En dat is de tweede swatch vanaf deze kant. Dan heb ik nog 2 lipglossjes. En dat zijn deze... Nee. En dat zijn deze 2 bovenste swatches. Maar zoals je kan zien zijn ze een beetje aan het breken of zo op mijn hand. Ik weet niet, het lijkt echt heel raar. En dan aan de onderkant heb ik deze 3 geswatcht. En ja, dit lijken wel een soort mini lipglossjes of zo. Er komt niet zo heel veel kleur vanaf. Ik moet zeggen, deze lipstick stinkt. Echt absurd erg. Niet normaal. Dat wil ik niet eens op mijn mond smeren. En eigenlijk ben ik dan nog wel het meest benieuwd naar deze lipgloss. Maar gezien het soort van aan het breken is. Ik heb echt het idee dat de olie van de kleur aan het scheiden is. En ik heb het letterlijk nog geen minuut op mijn hand. Dus dat is gewoon heel raar. Dus ik denk dat ik voor een kleur ga uit dit paletje. En dan ga ik gewoon lekker voor rood. En die breng ik aan met mijn vinger. Ja, het geeft je net even wat meer kleur in je gezicht. Maar het valt niet heel erg op. Tenminste, normaal gesproken draag ik lipsticks die veel meer opvallen dan dit. En zo komen we ook bij het einde van mijn review. Ja, mijn laatste gedachte die ik erover heb is,
loop met een hele grote bow hieromheen als je het in action ziet. Ik zou hier echt nog geen 10 cent aan willen besteden als ik jullie was. Nou ja, ik heb er natuurlijk wel volle pond voor betaald. Maar dat maakt niet uit, doe ik gewoon voor jullie. Ik vind het geld echt niet waard, al is het maar 7 euro. Je krijgt er echt een beetje poep voor terug. Het werkt allemaal niet zo lekker. Er zijn echt te weinig dingen die ook maar een heel klein beetje werken. Dat ik denk van, besteed dat geld dan uit aan Essence of Catrice of dat soort merken. Want dan krijg je gewoon veel meer waar voor je geld. Dus deze zou ik zeker weten overslaan. En dit was dan de video van vandaag, jongens. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad. Heel erg bedankt voor het kijken van deze video en hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!